Cardioloog Mark Brouwer van het Radboud UMC vraagt bij de gemeente Nijmegen aandacht voor de AED's die in de stad hangen. Die zijn er al wel. Alleen veel van die AED's hangen in gebouwen zelf en zijn daardoor niet bereikbaar voor de mensen die zo'n appje krijgen die hulp kunnen verlenen aan mensen die een hartstilstand krijgen. Dus we moeten gaan onderzoeken waar zijn die AED's. Met name bij de overheidsgebouwen zijn dat er heel veel, want je bent verplicht zo'n AED te hebben. Maar het is niet duidelijk waar ze dan hangen. Dus we moeten gaan onderzoeken, kunnen we die buiten de gebouwen hangen zodat ze toegankelijk zijn ten 24 uur per dag voor alle mensen die dus inderdaad hulp willen verlenen aan mensen die een hartstilstand krijgen. Je hebt een netwerk van AED's in steden, ook hier in Nijmegen. En het netwerk in Nijmegen is niet dekkend. Het is alleen dekkend in de wijk Dukenburg. Daar ben je binnen 6 minuten kunnen mensen bij jou zijn als je een hartstilstand hebt met zo'n AED. Maar in de rest van Nijmegen is dat niet het geval. En dat betekent gewoon dat er daardoor mensen komen te overlijden, terwijl dat niet nodig zou zijn. Je moet binnen 6 minuten gaan reanimeren. Anders dan gaat er te weinig bloed met zuurstof, de zuurstof naar je hersenen. En dan sterven er te veel hersencellen af. En dan is er eigenlijk geen redden meer aan. Er zal dus een speciale kast moeten komen, een hufteproeve kast. En die moet ook een stroomaansluiting hebben. En dus er zitten wel kleine kosten aan. En die kast die is met een pincode te openen. En die pincode krijgen de mensen na een alarmmelding via een sms of via een app. Nou, die kasten kosten geld en daar moet de gemeente, wat de VVD betreft, gewoon geld voor vrijmaken. Wij gaan er zelf vanuit, we hebben zelf als VVD gezegd, we vinden dat we daar toch wel een bedrag van om en nabij de 100.000 euro voor vrij moeten maken. Dus daar denken wij zelf aan als VVD. We zijn nu in Dukenburg zover dat het op zijn pootje staat. Maar we willen eigenlijk heel Nijmegen hartveilig maken. Ja, dat is allemaal opgenomen in dat 6 minuten beleid van de Hartstichting. Mensen die krijgen zo'n code, die worden naar de dichtstbijzijnde kast gestuurd. En dan past dat allemaal binnen die 6 minuten. Maar dan moet je dus wel een dekkend netwerk hebben waar mensen terecht kunnen om bij zo'n AED te kunnen. De gemeenteraad sprak woensdagavond ook over het TTIP-verdrag. Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. In dat verdrag zouden er op zo'n manier afspraken worden gemaakt dat bedrijven overheden kunnen aanklagen wanneer ze niet genoeg producten kunnen verkopen. Dat betekent dus dat als je in Europa hebt gezegd dit product willen we niet hebben, want we vinden dat er gevaarlijke stoffen in zitten voor wat betreft voedingsmiddelen, kan ook hygiënemiddelen zijn, kan van alles zijn. Dat je dan in feite dat bedrijf achter je aan kan krijgen via dat verdrag om aangeklaagd te worden. En dat is dus een van de dingen waar we toe oproepen. Dat is dat ons stadsbestuur, dus de burgemeester, alle wethouders, dat die gaan lobbyen waar ze kunnen, wanneer het aan de orde is, om Nijmegen, om te laten zien dat Nijmegen een TTIP-vrije gemeente wil zijn. En weet u, de helft van de Nederlandse werknemers die werkt bij bedrijven waar geëxporteerd wordt. En heel veel mensen maken zich zorgen over hun banen en over slechte economie. En als we zeg maar, de export gaan vergroten, dan kan er weer meer afzet gegaan worden. En kunnen we ook mensen weer hun baan blijven behouden bij die bedrijven. Dus ja, ik zie ook wel de positieve dingen in. Zeer waarschijnlijk, zeg 99,9% zeker, weten wij wat er in het TTIP-verdrag gaat staan. En daar zijn we op dit moment op tegen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.